Goedemiddag. Ik heb iets binnengekregen. Het heeft ruim 30 jaar geduurd voordat het überhaupt weer beschikbaar was. Ik heb een beetje tegenlicht, sorry. Weer beschikbaar was. Het schijnt heel moeilijk te krijgen te zijn. Pre-orderen kon niet. Hij is overal uitverkocht. Het duurt weer even voordat hij überhaupt op de markt gaat verschijnen. Maar we hebben hem. Dan zul je afvragen, wat is het? De intro heeft misschien al een klein beetje... weggegeven. Maar we gaan eens even kijken. Het doosje ligt achter me. Dus we gaan even kijken wat het is. Dan legt hij de doos. Dankzij de jongens met het dikke blauwe mannetje. Hebben we hem binnen. Geen flauw idee of het überhaupt goed is. Het zit nog helemaal dicht. Voor hetzelfde geld is het verkeerd. Of werkt het niet. Of ik heb geen flauw idee. Suus, kom eens even helpen om de camera vast te houden. Twee handen vrij. Wat leuk! We gaan eens even kijken of die wat er allemaal in de. Wat zit er allemaal voor leuk? Nintendo punten, die krijgen we lekker niet te zien. Handleiding. Maar het Amerikaanse is al een poster. Die mis ik. Voor de mensen die de 30 gepasseerd zijn. Dit was vroeger 8 keer zo groot. Oh, kijk hoe cute! Kijk hoe cute! Hoetje koe! Hoetje koe! Wat hebben we nog meer? Deze is wel gewoon de normale grootte. Een aantal reviews al gezien. En inderdaad, men klaagt erover. Het ding zelf is net zo groot als vroeger. Het snoertje is alleen een meter. Dat is een beetje aan de korte kant. Stroomkabel, HDMI-kabel. Handleiding, ik ben een man, geloof ik wel. Ik moet even de kabeltjes pakken, want we hebben een poesje die daar heel gek op is. 1, 2. Dit is die dus. Het grote voordeel van deze, hij is echt gewoon één op, de aansluiting dan zelf niet. De resetknop, powerknop op exact dezelfde plek. Klepje is nep, dat doet niks. Alles zit al op, zitten 30 spelletjes op. Om precies te zijn. Het grote voordeel is HDMI. Dus, we gaan hem eventjes aansluiten en even testen. Tot zo. De hele zooi is geïnstalleerd. We gaan eens even kijken. Komt die? Oh, we gaan hem aanzetten. 1, 2. Ik zie nog niks. Ik zie nog niks. Daar komt wat. Wat voor taal? Oh, die muziek. Wat leuk, klassiek. Wat voor taal gaan we doen? Engels? Nederlands? Is die nog scherp? Ja, we zijn Nederlands. Zullen we maar gewoon Nederlands doen? Oeh. Waar zullen we eens mee beginnen? We gaan er even kijken. Je hebt weergave instellingen. Wat kunnen we? Oorspronkelijke resolutie 4x3 beeldbuis. We houden hem op 4x3. Zo, wat hebben we nog meer? Instellingen. Automatisch demo. Ja, geloof ik wel. Taal, die was Nederlands. Wettelijke informatie handen. Dat geloven we wel. Waar gaan we eens mee beginnen? Het ding bevat dus 30 spelletjes voor geïnstalleerd. Je kan helaas niet downloaden of extra's toevoegen. Of wat dan ook. Wat moeten we? Je moet met Super Mario beginnen. Ik moet met Super Mario beginnen. Ze staan er alle drie op, de allereerste drie.
Of gaan we nog ouder? Je hebt nog ouder. Die moeten we even opzoeken. De allereerste Mario Bros, daar staat hij. Ja, ja. Dat is echt heel oud. Die kennen de meeste mensen niet eens. We gaan gewoon eens even kijken. Zoeken ze altijd die muziek ook. Oh, toen ben ik geboren. Het zuurste geboortejaar. We gaan eens starten. Het voordeel van deze is, hij heeft Mirisni. Twee knoppen en vier punts drunk ding geval. Dat gaat dus niet. Ik moet ook wel even denken. Oh ja, dat zat zo. Ja. Vroeger. Zo ging dat. Hots. Dit geloof ik wel. Dan gaan we nu, klassiek, degene die de meeste mensen nog wel kennen. We zoeken hem op. Super Mario Brothers! 1. Oh, briljant dit. Ook die muziek. Super, ik weet niet of de muziek goed te horen is. Super dit. Wat nieuw is aan deze, let op. Je kan zeven. Dat kon vroeger niet. Wat hebben we nog meer? Mario 2. Dat is dan even allemaal kort even af. Dat begint al goed. Sorry. Waar is de muziek? Oh, daar komt ie. Echt super nostalgisch dit. Volgende. Tipidi. The Legend of Zelda. De eerste. Wow, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. Wil het verhaal? Nee, het verhaal weten we wel. Register your name. Uiteraard heten we Link. Hots. We gaan eerst het zwaardje halen. It's dangerous to go alone. Check this. Hots. Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octorox, Tectites, Levers too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get some. Awesome! Gaat ook allemaal lekker snel, is het niet gewoon even laden. Het ziet er ook beter uit als de emulatie op de Wii of op de 3DS. Mm-hmm.
Met deze ben ik nooit goed in geweest. Ik wil vragen of gekke muziek op de achtergrond. Suus is Dries aan het kijken. Gewoon wat kan. Ghost of Goblins. Controls zijn een beetje bij deze. Leuk. Tecmo Bowl, Zelda. Goed. NES Mini. 30 NES klassiekers in een huisje van wat echt exact de oude Super NES is. Superleuk. Voor alle kleinste nieuwkomers, denk het niet. Het is echt één groot nostalgisch feest. Dus voor mensen... die wat ouder zijn, die de NES gehad hebben, is het zeker tof. Zeker aan te raden. Echt ontzettend leuk. Voor de allerkleinste, ja, misschien een keertje om te laten zien of zo. Maar het mist heel veel snelheid. Het mist heel veel diepgang bijna. Het is allemaal heel simpel. Wat het juist, vind ik, leuker maakt. Ik hou juist van leuke, simpele spelletjes. In plaats van die hele moeilijke doordenkdingen. En de spelletjes zijn geen van alle dat je handje wordt vastgehouden. Dat is tegenwoordig bij games natuurlijk altijd zo. Maar zeker een leuk dingetje. Ik bedoel, ik ga hem heel even uitzetten. Ik bedoel, kijk daar, dat is toch gewoon schat. Dat is toch gewoon leuk. Het weegt ook niks. Het is, ik vind het tof. Ik ben er blij mee. Het is nostalgie ten top. Dus, als je hem nog kan vinden, hij is heel moeilijk te krijgen. Hij komt volgens mij, zou die weer ergens in december of in januari moeten, op de markt moeten komen. Hij is €65. Ga er nou niet meer voor uitgeven. Ga nou niet op Marktplaats zitten kijken voor iets voor €150. Het is zijn €65 absoluut waard, maar geen cent meer. Dus laat je daar niet afkopen door iets van €100 of €150. Ik heb ze zelfs over €250 voorbij zien komen op Marktplaats. En op eBay zelfs voor $500. Doe het nou niet. Wacht dan gewoon lekker tot januari. Het is een leuk dingetje. Het is een nostalgisch dingetje. Aanradertje. Top. Dit was die weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het subscriben. Vergeet het ook niet. Ik heb precies een lamp achter. Bedankt voor het subscriben. Voor de mensen die het niet wisten. We hebben een spreadshop voor de leuk. Daar zitten een aantal shirts met designs van ons logootje.
Zeker kijken. shop.spreadshirt.com/troytv. Twitter. Dat is Jordeman79. Instagram, TrooiTV. Daarnaast hebben we ook nog... Mijn vader wordt... volgend jaar... Nee, niet volgend jaar. Het jaar erop wordt hij 70. Kijk ook zeker bij GoFundMe/Anton70. Hoeft niet. Wordt zeker gewaardeerd. Mocht je zoiets hebben van wat leuk. Dit was hem voor deze keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het subscriben. En vergeet geen duimpje omhoog te geven. Dankjewel!